belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Exceptioneel, vers van de pers. De Extra schrijft vandaag over een rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving dat overhandigd is aan de minister van Justitie. Onderwerp van het rapport is de Landsrecherche Curaçao. En daarbij valt op dat er bij de Landsrecherche eigenlijk te weinig personeelsleden zijn. Doel is 30 mensen aan het werk te hebben bij de Landsrecherche. Het zijn er maar 17. Een ander punt van kritiek is dat het feit dat de leden die wel werkzaam zijn bij de Landsrecherche nauwelijks cursussen kunnen volgen om zich te verbeteren. Daar is namelijk bijna geen geld voor. Gestoken in een netpak heeft minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Charles Cooper gisteren het startsein gegeven voor een traject om de vele gaten in ons wegdek te dichten. Volgens Cooper is dat belangrijk omdat auto's schade ondervinden van deze vele gaten. Later zullen er wegen helemaal geasfalteerd worden, zegt Cooper. Ook dat is belangrijk. Agua y corriente es esencial para nuestra vida diaria. Y pensé en Aqua Electra, ta honra di por sirvi y di contribuir al bienestar duradero de nuestra comunidad. Nos que llamamos tanki, pa cumpli carga siempre con nos. Y que otra manera pa mostrar nos gratitud, ofreciendo bo un compensación. Vou prosseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo ou chama 0800-0135. Muito nos contribui na melhor corso. Eerder deze week leverde oud-politicus Alex Rosario harde kritiek op minister Dorothy Pieters-Janga van Gezondheid. Volgens hem moet zij weg omdat ze niet functioneert als minister. De partijen PAR en PNP hebben nu een spoedvergadering aangevraagd om van de minister te horen wat precies haar beleid is. Dat vertelde Steven Kroes gisteren aan de Extra. Volgens de fractieleider van de MFK, Americo Today, is de kritiek op minister Dorothy Pieters-Janga volkomen onterecht. Hij vindt dat de partijen eerst naar zichzelf moeten kijken. Volgens hem is Dorothy Pieters-Janga een gekwalificeerde minister die goed werk levert. En het hele traject dat zij uitvoert op het gebied van de bestrijding van corona is gebaseerd op een beslissing van de Raad van Ministers, benadrukt Today. Hij wil niks van kritiek weten op Pieters-Janga. Alle kandidaten die hebben meegedaan aan de parlementsverkiezingen van 19 maart en die nog geen lijst van financiële donaties hebben ingeleverd, krijgen deze week een persoonlijke brief van het hoofdstembureau. Die maakte dat gisteren bekend. Volgens hem kan niemand ontsnappen aan de regels en moet iedereen inzicht geven over de financiële donaties. Als mensen niet op deze persoonlijke brief reageren, wordt de zaak overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Vorige week vond de overleg plaats tussen het crisisteam en het ministerie van Economische Ontwikkeling samen met eigenaren van clubs en uitgaansgelegenheden. Morgen zal er worden overlegd met eigenaren van snacks en bars op Curaçao. Die vergadering vindt plaats in het Amazia restaurant om 3:00 middags. Doel van de vergadering is om de eigenaren van de snacks en de bars ervan op de hoogte te stellen dat ze zich aan de regels moeten houden voor wat betreft de bestrijding van corona.
Naar aanleiding van de vergadering van vorige week is afgelopen weekend flink gecontroleerd in het Curaçaose uitgaansleven. De overheid vindt dat clubeigenaren meer moeten doen om te zorgen dat er controles plaatsvinden, zodat mensen niet besmet kunnen raken als ze uitgaan. In totaal 27 gelegenheden werden gecontroleerd. Bij 9 zaken was de controle niet op orde. Met de eigenaren van die 9 zaken is inmiddels contact opgenomen om te zorgen dat de controles kunnen verbeteren. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.